Zit je vaak op de bank naast een gloeiend hete partner, terwijl jij eigenlijk liever het vriesvak wilt ontdooien? Dan moet je misschien even nadenken. Hier 3 tips om meer zin te krijgen. Tip 1. Ga na waardoor je in het verleden zin kreeg. Vaak zie ik dat stellen na zo'n 2 jaar leuke seks ophouden met alle dingen die ze vroeger deden waar ze een sexy gevoel van kregen. Denk bijvoorbeeld aan je mooi maken, op date gaan, een verrassing bedenken voor je partner, intieme gesprekken voeren. Pak dat dus weer op. Tip 2. Ga actief op zoek naar seksuele prikkels. Veel mensen denken dat zin in seks spontaan ontstaat, maar niets is minder waar. Zin in seks ontstaat door prikkels in je omgeving waar je op reageert en waar seksuele opwinding door kan ontstaan. Ga dus op zoek naar die prikkels. Lees bijvoorbeeld een erotisch boek, bezoek een spannende website, koop een seksspeeltje of laat je fantasie de vrije loop. Tip 3. Begin niet, omdat het er maar weer eens van moet komen, met snelle haast seks. Ik sta er altijd versteld van stellen die van zichzelf verwachten dat ze de hele dag druk bezig zijn met werk, studie, sport, sociale afspraken, dat er aan het einde van de dag om 10 uur ineens spannende seks moet zijn. Maak dus tijd voor elkaar.